Voortaan geldt er een totale lockdown tijdens alle nationale feestdagen. Dit liet minister Amar Ramadan van Volksgezondheid afgelopen zaterdag weten tijdens een Zoom-persconferentie van de regering. Dit besluit is volgens hem genomen in regeringsverband om te voorkomen dat er massaspreiding van het COVID-19-virus plaatsvindt. Een belangrijk besluit. Er zijn een paar feestdagen onderweg. Aanstaande donderdag 13 mei hebben wij Eid al-Fitr. Daarna hebben wij ook Keti Koti. Maar vooralsnog moet ik zeggen dat het besluit is dat wij op basis van onze bevindingen uit de praktijk, op basis van de inzichten, besloten hebben om alle nationale feestdagen tot nader orde dat er een lockdown, een totale lockdown zou gelden. Overige maatregelen die genomen moeten worden, die zijn afhankelijk van de dagelijkse ofwel tweedagelijkse evaluaties door het OMT, welke daarna weer besproken wordt binnen de COVID-clusterministers en de verschillende sectoren en na overleg met commissie DNA COVID worden op korte termijn bekendgemaakt. De bewindsman roept de gemeenschap ook op om zich te laten vaccineren tegen het COVID-19-virus. Het ministerie heeft vandaag de tweede tranche aan vaccins via de COVAX-faciliteit ontvangen. Het gaat om 28.800 AstraZeneca-vaccins. De boodschap naar de samenleving is, we hebben weer genoeg vaccins. Voor de komende tijd, de volgende tranche die we moeten ontvangen na die van maandag, is ergens begin juni. En ik kan de samenleving alleen maar oproepen. U ziet zelf wat de gevolgen zijn van COVID-19. U ziet het aantal besmettingen. We hebben de oproepen gedaan. Er is nog steeds mogelijkheid om u te laten vaccineren. Laat u zich niet afleiden door reus. Laat u zich niet afleiden door misvattingen. Maar volgt u gewoon de officiële ontwikkelingen. Intussen is ook bekend geworden dat de WHO nog een vaccin heeft toegevoegd aan de lijst van emergency use. En dat is het vaccin uit China, genaamd Sinopharm. En hebben wij dus gelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheden om ook met onze bilaterale relatie als China contact te leggen om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus daarover zullen wij u nog updaten zodra wij informatie hebben. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid.